Goedendag, dit is het Heuveland Nieuws van maandag 20 maart. De gemeenten IJzermargraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht stappen samen met 8 Belgische gemeenten naar de Raad van State. Ze willen de nieuwe vergunning voor Liège Airport intrekken. Dat is de uitkomst van een overleg dat de gemeenten vrijdag hadden, meldt VRT Nieuws. Eind januari kreeg het vliegveld een nieuwe vergunning van de Waalse minister. Die vergunning houdt volgens de gemeente geen rekening met de nachtrust van omwonenden en de natuur. In die vergunning mag het aantal vluchten stijgen van 35.000 naar 55.000. Ook veranderen de regels voor de nachtvluchten. Er is geen vast geluidsquotum meer, want dat is in de nieuwe vergunning voor elk vliegtuigtype anders. Met die maatregel blijft de deur nog 7 jaar open voor geluidshinder, zeggen de gemeenten. Op de Kouwberg in Valkenburg is afgelopen zondag het monument voor Piet Paulusma onthuld. De bekende weerman ging vaak op vakantie in Valkenburg. Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat hij overleed. Een ontzettend bijzonder moment. Ja, we zijn heel erg trots als familie dat we hier op de mooie Kouwberg staan. En dat er zoiets moois ter eer van mijn vader hier komt te staan. Ja, een mooier idee kun je eigenlijk niet hebben op dit moment, hè? Nou nee, dit is van een zonnewijzer, dat is natuurlijk helemaal al heel treffend. Maar en dan hier op deze mooie plek, bijzonder. Jullie kwamen hier vaak? Heel vaak. En nog steeds, ook na de dood van mijn vader, komen we hier veel, een hechte band met de mensen hier. En wat gaat gebeuren zometeen? Nou, de kleinkinderen van Piet, dat zijn er 5 die hier zijn in ieder geval, die gaan... alle bloemen doorprikken en dan wordt het de zonnewijzer onthuld op die manier. Wethouder Niels Douwe van Valkenburg en een aantal raadsleden hebben vrijdag afval opgehaald. Op die manier willen ze ervaren hoe de afvalophaalronde eruit ziet. Het oude beleid is zeker nog goed, maar het is ook goed om beleid altijd te actualiseren. We hebben ook te maken met nieuwe arbonormen die eraan komen. En het is toch wel zwaar werk, dus ik heb de hoed nu niet op, maar anders zou ik hem afnemen voor de afvalinzamelaars. Wat zou er dan veranderd moeten worden, zoals je dat nu kunt inschatten? Ja, zoals ik het nu kan inschatten, zullen we minder routes met hetzelfde aantal mensen kunnen gaan beladen naar de toekomst toe. En wellicht gaan we ondergronds aanbieden, veel meer toepassen hier in de gemeente. Dus PMD ondergronds aanbieden? Ja, dat is een van de mogelijkheden. Dat moet echt uit de zoektocht komen als we nieuw beleid gaan vormgeven. Maar dat zijn wel denkrichtingen die we meenemen. En dat betekent dus dat de mensen met de zakken moeten gaan slepen naar verzamelpunten? Ja, maar dat is dan wel een verzamelpunt. Bijvoorbeeld dicht bij hoogbouw, een centrale in de wijk. En dat komt puur omdat die arbonormen die worden steeds strenger. En het is ook heel zwaar werk om het huis aan huis in te zamelen. En vandaar dat we kijken naar een nieuw beleid naar de toekomst toe. Ja goed, het is sowieso mooi om eens mee te maken hoe het nou is voor de ophalers om onze troep op te ruimen. Ik heb een heel goed gesprek gehad met de chauffeur over hoe het nou gaat. Er zijn een aantal aandachtspunten waarvan hij zegt, vooral smalle straten en met verkeer moet je mee opletten. Daar is heel moeilijk afval ophalen. En ook een aantal dingen waarvan hij zegt, nou dat werkt heel erg goed. Bijvoorbeeld de kroonringen. Dat je gewoon echt op één plek gewoon al je afval hebt, dat maakt voor de ophalers een stuk makkelijker. Nou, toch heel veel afval wordt aangeboden wat er niet in mocht zitten. Vandaag, of dat nou toevalligheid is, maar dat hebben we dus al moeten constateren. Dus mensen duwen er harde plastic in, groenafval of restafval. Dat heb je dan wel heel snel gezien. Ja, dat zie je ook wel. Kabinetsleden hebben verkeerde verwachtingen gewekt tijdens de watersnood. Onder andere premier Rutte zei dat schade ruimhartig vergoed zou worden. Maar via de regeling die werd ingesteld na de ramp kon dat helemaal niet, blijkt uit een nieuw rapport in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De regeling is bedoeld als een vangnetregeling. De schaderegeling treedt pas in werking als de verzekeraar niet uitkeert. In Wielre trok afgelopen zondag de Einzelgängeroptocht door het dorp. Het maximum aantal inschrijvingen was al snel bereikt. Er liepen 111 Einzelgängers mee. Dadelijk gaat om 1 uur gaat de optocht lopen. Die zal ongeveer tot 4:30 duren. Wordt live uitgezonden op L1 vanaf 2 uur. En na 4:30, als de prijsuitreiking is geweest, dan gaan we nog een afterparty houden. En dan komen op de verschillende pleinen komen dan nog diverse optredens.
Wat moest ik veel soep trekken? Ja, ik trek me graag. Ja, wisten we vooral dat lange, dat is het, dat maakt het moeilijk. Hè. Maar de wist, goede soep moet lang trekken. Dus wil ze test geproeven? Klop, een beetje. Doch maar. Ja, ik ga er eens voor de inschudden. Wacht even. Oh, jongens. Kijk of het keer gaat nog gaat trainen. Het zal een beetje mager weer. Oh. Dat is echt leeg, zie je dat? Ik kom altijd zonjes naar de kerk nog. Maar jij niet of wel? Nee. Ja, doet ze het. Ja, maar daarom gaan we ook maar appartementen maken van die kerken. Ja. Wat heb ze in de hand? Ja, de haan, hè. Daar heb ik maar van de toren afgerold. Hè. En dan is de sluis. Daar maken we appartementen van. Hè? Een beetje, denk ik. Want dit is even poedering hier, wat dat van alles. Goed genoeg? Prima. Goed. Pak je een hartje? Dan voel je het veel beter, hè? Ja. Goed. Wel, hè? Lopen, hè? Goed zo. Voel je? Ja, heerlijk, hè? Goed, hè? Lopen. Oh, super. En hoe vaak wist je dit? Ja, een keer of 120, hè? Toch een hele hoop, toch? Was nog een heel stuk, hè? Maar nog een groot stuk, ja. Maar het is wel goed voor de conditie. En heerlijk voor het hart. Voelt ze het er wel een stuk beter, of niet? Ja, heerlijk. Ik moet gewoon metnemen, want je krijgt er andere mensen geen hartje laten lopen. Goed? Ja. Succes, hè? Ja, dankjewel, hè? Het is niet voor mij, maar het is toch... Kijk eens. Dank je wel. Veel succes. Ja, dank je wel. Een klein stukje. Alaaf. En dan nog het weer. Dinsdag is het overwegend zwaar bewolkt en kan het af en toe regenen. De temperatuur ligt rond de 13 graden en in de nacht rond de 8 graden. De wind waait overwegend matig uit het westen. Woensdag is er weer veel bewolking en kans op wat regen. Het waait matig uit in westelijke hoek. Overdag wordt het ongeveer 12 graden en in de nacht koelt het af tot niet meer dan 10 graden. Donderdag blijft het nog steeds zwaar bewolkt met kans op regen. Het wordt warmer met ongeveer 15 graden. De wind neemt in kracht toe tot kracht 4. Richting het weekend is er meer plaats voor wat zon, maar blijft het wisselvallig. En tot zover het Heuveland Nieuws. Morgen om 7 uur weer een nieuwe uitzending met mijn collega Pim Kleber. En in de tussentijd kunt u het nieuws volgen via heuvelandvandaag.nl of via de Heuveland Vandaag app. En ik wens u nog een hele fijne dag.